Mijn nieuwe voerhelikopter. Leuk dat jullie weer kijken naar de nieuwe video van Vis in de Geer. Vandaag gaan we panvissen. Dat is toch wel het onderwerp waar ik de meeste vragen over krijg. Waar het vooral om draait nu is de montage. Ik ga jullie laten zien hoe ik mijn dobber erop zet, haakjes, loodjes en hoe ik hem uitlood en hoe je dan altijd eigenlijk scherp vist. Met panvissen wil je altijd op de bodem vissen, hè, waar je aas ligt. Je mais, je brood, kikkererwten, noem maar op. Het is belangrijk dat je op de bodem vist en daarom doe ik mijn dobber overloaden. Dus eigenlijk zinkt die op het lood. En dan vis je altijd op de bodem, maar ik ga jullie laten zien hoe ik dat doe. Ik begin met een klein stuitje op de lijn. Ik zal jullie het even laten zien. We beginnen met een stuitje. Je doet je lijn door het lusje en dat stuitje kan je zo op je lijn schuiven. En daar komt uiteindelijk je dobber tegenaan. Als het stuitje op je lijn zit, dan pakken we de dobber. Je noemt het een Engelse dobber, een Engelse pen. En het idee achter de Engelse pen, of eigenlijk, het heeft één lusje oogje onderaan en daar gaat je lijn doorheen. En de dobber schuift dus eigenlijk gewoon vrij over je lijn heen. Dus die ga ik dan nu op de lijn zetten. De dobber die kan nu over de lijn schuiven tot waar het stuitje zit. Wat ik daarna doe, pak ik de haak en die knoop ik aan het einde van de lijn. Dus wat je nu hebt, haak, je dobber die gewoon vrij over de lijn heen kan schuiven tussen je haak en het stuitje. Het overige stukje van de lijn knip ik af. Wat ik dan doe, is ik pak een loodje. Op mijn doosje lood heet het een BB. Ik durf even niet te zeggen hoeveel gram dat is, hoe zwaar. Maar ik zet het eerste loodje zet ik op ongeveer 15 centimeter vanaf de haak op de lijn. Dus wat je nu hebt, haak, loodje, dobber, stuitje. Wat ik dan ga doen is naar het water om de rest te laten zien en kijken hoeveel lood er nog bij moet. Dus ik zie jullie straks aan het water. Ik heb er een best lichte pen aan. Ik heb nu dus één loodje eraan en ik ga even kijken hoe die staat. Als ik hem ingooi. Nou, de dobber staat nog plat op het water. Er moet dus nog een loodje bij. Daar is die, de schub die er als een speer vandoor ging. Op mijn bonushengel, statisch. Een lange, slanke schub. Heel sterk. Nou, we gaan weer terug zitten. Tweede loodje is erbij. Ik heb hem tegen de andere aangedaan. Dus ik heb nu gewoon twee loodjes die ik op de bodem wil hebben. Dan gaan we even kijken hoe de pen staat.
pen zinkt. Dus op deze twee loodjes zinkt de pen. En dat is precies wat ik wil. Nu ga ik dat stuitje omhoog schuiven. Net zo lang totdat mijn dobber boven water blijft staan. Ik heb het stuitje wat omhoog geschoven. Dan gaan we nu kijken. De pen staat nog net aan onder water. Dus ik moet dat stuitje nog iets omhoog schuiven. Het stuitje weer iets hoger gedaan. Kijk, en nu staat de dobber dus net boven water. En ik weet zeker dat die onderste twee loodjes op de bodem liggen. En zo vis ik dus altijd op de bodem. Wat je vaak ziet met deze montage, is dat je een opsteker krijgt. Dus in plaats van dat je dobber ondergaat, komt je dobber omhoog uit het water vandaan. Dat komt als de vis het aas oppakt en zijn hoofd omhoog tilt. En die tilt die onderste twee loodjes van de bodem af. Dan tilt hij dus die loodjes op, waardoor je dobber iets omhoog komt. Dat noem je een opsteker. En met een opsteker sla ik eigenlijk altijd meteen. De vis heeft het aas sowieso in zijn bek. Op wateren waar niet veel gevist wordt, zou je kunnen wachten tot hij nog wegloopt. Maar als er veel gevist wordt, dan kunnen ze het toch wel merken. Misschien voelen ze het en dan spugen ze het snel weer uit. Dat is gewoon even aftasten. Maar over het algemeen komt die dobber uit het water. Kan je slaan. En als hij langzaam wegloopt, ondergaat, slaan. Dit is dus de montage. Heel simpel. Maar super effectief. Boeiend, 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 interessant. Opsteken, maar van de verkeerde soort. Grote slijmbal. Doet weer even alsof hij dood is en dan opeens. Wat een stom beest. En weg is die. Leuk schipje op de mat. Het wilde niet echt vlotten vandaag. Eerst sloeg ik mis. Nou, weg waren ze. Daarna een brasem op een andere plek. Toen een voren. Nieuwe plek sloeg ik weer mis. Je hebt wel eens van die dagen.
kan natuurlijk ook witvis zijn, hè, als je meer slaat of dreef. Wat dan ook. Nou ja. Ik had wat mais bijgevoerd. Een broodje gegeten. En ik leg mijn pen in en ik wil de camera aandoen en hij loopt alweer weg. En nou ja, eindelijk een schubje. Super sterk. Typisch poldervisje. Dus we gaan gewoon weer niet met lege handen naar huis, jongens. En meisjes, hoe leuk is dat? Een mooi visje. Een echte knokker. Die weer mag zwemmen. Wie weet kom ik nog terug met een visje. Maar eigenlijk is de dag al goed natuurlijk. We hebben weer vis op de mat. Tot zo. Schubje. Ik zou eerlijk zeggen, ik zat totaal niet op te letten. Ik had mijn pennetje weer ingegooid. Ik zat radio te luisteren. Toen dacht ik, nou ja, die radio op de achtergrond, dat hoor je natuurlijk ook op de camera, dus ik zet hem al uit. Ik zet mijn radio uit op mijn telefoon en ik kijk naar mijn dobber. Zie ik dat mijn dobber net onder water staat. En hij bleef gewoon zo staan. Toen zag ik hem toch nog verschuiven. Dus hij ging ermee zwemmen. En toen hangen. Gelukkig was ik nog op tijd. Hier is hij. Met mais. In de aminol geweekt. Sap eruit, aminol erin. En vangen. Goud. Zo zie je maar hoe effectief penvis is. En het zijn heus niet altijd kleintjes hoor, die je vangt met de pen. Nou, deze mag weer terug. Tot zo. Bedankt allemaal weer voor het kijken. We hebben weer een paar leuke vissen gevangen. Ik hoop dat het duidelijk is hoe die penmontage in elkaar zit. Heb je nog vragen, stuur me even een berichtje. Dan wil ik het echt nog wel een keer uitleggen. In de volgende video gaan we weer penvissen. En dan ga ik wat dieper in op het aas. Dus goede penaasjes. Wil je dat niet missen, abonneer dan. Dan krijg je een seintje als de nieuwe video online staat. En dit was deze film. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie in de volgende. Later.